Lieve mensen, we zijn vandaag bij LVV Luchtdunner voor de Oranje Coca-Cola Takeover. En we gaan een team verrassen. Kom mee. Wat we vandaag gaan doen is uniek. Nog nooit eerder vertoond. Daar zijn ze, daar zitten ze allemaal. Yo, boys, hoe is het? Hebben we er een beetje zin in of niet? Ik hoorde mensen schreeuwen, dat is Slotta. En toen zag ik zo'n hele cameracrew aankomen. Ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Jullie zijn bij de Oranje Coca-Cola Takeover. En jullie moeten 5 vragen goed beantwoorden. En als jullie die goed hebben, dan kunnen jullie met mij mee. En dan gaan we iets ontzettend tofs beleven. Hebben jullie er zin in? Ja! Vraag 1. We waren vaak dichtbij, maar slechts 1 keer in de voetbalhistorie werd het Nederlands mannenelftal Europees kampioen. In welk jaar was dit? 1988. Goed geantwoord! Vraag 2. Noem 1 van de 2 doelpuntenmakers in de K-finale van 1988. Johan Cruijff. Marco van Basten. Dat is goed geantwoord! Ja! Koeman is in augustus gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Noem 3 voormalige bondscoaches van het Nederlands elftal. En Koeman, die krijgen jullie al cadeau. Ja, Louis van Gaal en dat is goed. En Bert van Marwijk. Dat is goed geantwoord! Vraag 4. Welke 2 internationals spelen nu nog samen in Engeland bij Liverpool? Wijnaldum en Van Dijk. Dat is goed geantwoord! Oké, vraag nummer 5. Welke international heeft een leeuw op zijn rug getatoeëerd staan? Jullie hebben goed geantwoord! De voetbalkennis van deze gasten was goed gesteld. Ze moesten wel goed overleggen, maar ze wisten alles goed te beantwoorden. Nee, het waren niet erg moeilijke vragen, want onze voetbalkennis was erg goed. Oké, boys, zijn we er klaar voor? Oké, boys, dus de Oranje Coca-Cola Takeover heeft jullie dus gebracht met de bus in Zeist. We weten allemaal in welke periode we zitten. Waarin we wel weer gaan voetballen, maar dat eigenlijk nog niet met publiek mag. En nu hebben we het publiek letterlijk naar het hart van het Nederlands voetbal gebracht hier in Zeist. Hier traint dus het Nederlands elftal. Wauw, dit is gewoon waar al die Nederlandse sterren spelen. Net als Virgil van Dijk zit gewoon op dat veld daar te trainen. Dan denk ik zo van wauw. En dat is niet het laatste van deze verrassing, want wat we zo gaan doen is ontzettend gaaf, ontzettend vet. En daar gaan we dus nu naartoe. Let's go. Het was echt geweldig toen ik die t-shirt zag met onze namen erop. Al mijn teamgenoten waren blij, ik was zelf ook heel blij. Het is het allernieuwste shirt van Nederlands elftal. Hadden we niet verwacht. Nee, het was ver boven verwachting. Nou, dan ga ik hem aan jullie aankondigen. Hier is namelijk Jack van Gelder. Ik mocht wat vragen stellen aan Dirk Kuyt, fameuze international met meer dan 100 in het land. Iedereen kent hem. Ik dacht ook van wauw, dat is ook cool om hem in het echt te zien. Nou, ik denk dat ik vandaag hier in een hele bijzondere rol aanwezig was. We zitten toch een beetje in het stadion. En dat was een hele leuke interactie waarin we denk ik heel dicht bij de waarheid zijn gekomen. Het spel gaat verder en hier de eerste echte kans. Dat je daar een voetbalwedstrijd kan kijken van de Nederlandse elftal met Jack van Gelder, met Dirk Kuyt. Het is ja, uniek. Die jongens een uitstekende bal op. Haat de boeren van dichtbij. Ik denk dat het voor de jongens een geweldige verrassing is geweest. Ik denk dat ze een hele leuke avond hebben gehad. En uiteindelijk heeft het Nederlands elftal gewonnen. Ik ga het zeker nog gewoon herinneren, doorvertellen aan mijn ouders en vrienden. Ik mag heel dankbaar zijn als je het meemaakt en dat waren ik en mijn teamgenoten. Ik geloof wel dat deze gasten echt de dag van hun leven hebben gehad.